Zo, hallo allemaal, daar zijn we weer. Het is alweer zondag en ik ga de week afsluiten met jullie doornemen. En ik ga stuffen, of mijn reiskoersen van de afgelopen 2 weken ga ik wegdobbelen. Ik heb geen vijfjes alleen, die kan ik altijd nog vissen als ik ze echt nodig heb. Dus dat is dat. En natuurlijk het kleingeld van afgelopen week. Als ik het goed heb, had ik afgelopen week 35 euro weekbudget. En dan heb ik 2, 4, 5, 6 euro en 15 cent van over. Dus dat vind ik heel netjes. Dan gaan we eerst even die eurotjes doen voor de September Challenge. Het zijn 6 eurotjes. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog 1 weekje te gaan voor deze maand. En dan is het alweer oktober. Het gaat snel. Het is ook echt wel herfstachtig weer aan het worden. Veel wind voornamelijk. Bij hele goede buien gehad. Maar gelukkig ben ik tot nu toe redelijk droog gebleven. Afgelopen week was ik precies op tijd op werk. Nou ja, precies op tijd. 5 minuten of zo. En toen barstte het me losje. Oh, wat was ik blij dat ik al veilig binnen zat. Ja, ik ben zo iemand die echt ruim van tevoren op werk is. Ik heb geen zin om te haasten. Ik hou niet van haasten. Dus ja. Had ik in dat geval echt geluk mee dat ik altijd vroeg ben. Oké. De eurotjes zijn gedaan. Want die gaan in Miss Piggy natuurlijk. Als die erin wil in ieder geval. Dus wel. Een beetje doordouwen. Hoppakee. En dan heb ik hier nog 15 cent. Dus dan pak ik eventjes deze challenge erbij. Dat is 1,5 hartje in dat geval. Ja, ik werk maar even met 1,5. Moet wat. Dat is 1,5. Want ja, die anderen zijn vol. Heel vervelend. Kijk, dit is 20 cent. Dat heb ik niet nodig. En 10 centje gaat hierin. Ik krijg best wel vaak de vraag waar deze zakjes vandaan komen. Deze heb ik via Denken van die budget. En ja, ze zijn zeker leuk. Ze doen het ook goed. Ze gaan makkelijk open en ze gaan ook goed weer dicht. Want dat is ook niet altijd het geval, hè. Dus ja, hartstikke leuk. Dus ja, en zodra deze dan ook vol is, kunnen we eindelijk door naar de leuke kleingeld challenge van Fleur. Ze zijn zo leuk. Ik heb er ook echt zin in. Statiegeld heb ik hier ook nog. Dan heb ik 1, 2, 20, 40, 45, 50. 2,50 heb ik hier. Dus dat is ook heel erg mooi. Gaan we even 2,50 euro inkleuren. Want ja, waarom ook niet, hè? Dus 1. Of, wacht. 1,50. 2,50. 1 flesje is 1 euro waard. Dus deze gaan we gezellig hierbij in doen. Hoppakee. Zo is deze ook weer gedaan. En dan ga ik nu even dobbelen voor het weekbudget van komende week. Dus ik heb nu standaard 50 euro in mijn envelopje zitten. En dan mag ik iedere week gaan dobbelen. 1 oogje is 5 euro waard. En 6 oogjes is dus 30 euro waard. Dus dan gaan we eens even zien hoeveel we deze week mogen inleveren. 4. Dus ik mag 20 euro uit het potje halen. Dus dan heb ik een budget of een weekbudget van 30 euro.
Dus dat is mooi. Dus ga ik die twee vijfjes even voor een tientje omwisselen. Die ik zo kan gebruiken voor de challenge. Hopsakee. Die is gedaan. En dan ga ik de 20 eurotje in de 20 euro challenge steken. Ik ben echt zo blij ook dat ik deze nu ook heb kunnen regelen. Het is ook wel leuk om 20 eurotjes te kunnen sparen natuurlijk. Ik ben ook heel erg benieuwd hoeveel ik in totaal einde van het jaar heb gespaard met deze challenge. Dus ja, ik gooi natuurlijk niet iedere week 20. En ondertussen zit ik ook te bedenken wat ik met deze ga doen einde van het jaar. En 1 januari beginnen we gewoon helemaal opnieuw met deze challenge. Dus we zullen het zien. Goed verhaal. En dan nu gaan we de reiskosten doen. En die zit in dit mapje als ik het goed heb. Oh. Nee, die zit in een andere mapje. Wauw. Het is ook altijd zo fijn, hè. Dat is deze voor de elektrische fiets. Daar heb ik mijn 10-zijdige dobbelsteen voor nodig. Want elke zijde heeft zijn eigen bedrag. Ik heb tot nu toe al 50, 70, 80, 85 euro kunnen sparen. En ja, we gaan het gewoon zien. 1 oogje is 5, dus heb ik 15, 15, 20, 25. En dan bij 6 begint je weer bij 5, dus 15, 15, 20, 25. Dus we gaan zien hoeveel we erin mogen gooien. 2. We beginnen rustig aan met het tientje, dus ik mag sowieso nog een keer gooien. En dit is een 9. En dat is 20, dus 15, 15, 20. Dus ik heb eigenlijk alles kunnen opdoppelen. Want stel, ik had 25 gegooid, dan had ik die 20 er niet in kunnen doen. En dan had ik hem bij kleding in mogen doen. Maar ja, kleding mag dit keer dus niks hebben. Dus dat is jammer voor mijn kleding, maar leuk voor dit potje. Dus begin zelf, er is 30 euro bijgekomen, pardon. Dus dan zou ik nu... 100. Ik kan niet meer tellen. Oh nee, 115 volgens mij. Ik weet het niet. Ik kan echt niet tellen. 50, 70, 80, 90, 100, 105, 110, 115. Wauw. En zoals gewoonlijk weet ik datum op het moment niet. Dus die ga ik nog even achteraf invullen. Dus dat komt helemaal goed. Dus, nou, mijn eerste 100 is in ieder geval al binnen. Daar ben ik echt heel erg blij mee, natuurlijk. Moet je mij niet over klagen, hè? Zo. Deze ook weer gedaan. Hop, stakkie. En dan is het weer goed voor vandaag. Netjes alles opruimen. En vandaag komt sowieso ook nog een weekmenu met boodschappen shoplog. En dat is het eigenlijk. Dus ik wens iedereen nog een heel fijn weekend wat er nog van over is. En tot de volgende. Doei doei!